De treinen in Nederland die rijden elektrisch. Die treinen die kunnen die elektriciteit verkrijgen middels een pantograaf, een stroomafnemer op een trein die aan de bovenleiding vast gaat zitten. En die bovenleiding wordt weer gevoed van spanning door 250 onderstations in heel Nederland. Er staat nu momenteel 1500 volt op de bovenleiding. Een systeem van 3000 volt zou voordelen hebben als we meer treinen gaan rijden. Treinen kunnen sneller optrekken, zitten elkaar minder in de weg, vooral de intercities en de stoptreinen. Dat is één voordeel. En een ander voordeel is dat we veel minder verlies aan energie hebben, wat nu bij 1500 volt wel het geval is. We zijn ook in staat bij die hogere spanning dat treinen die gaan afremmen, dat we de energie bij dat afremmen weer terug kunnen winnen. Het is niet zo heel eenvoudig om te schakelen naar 3000 volt van 1500 volt. Omdat dat je heel veel onderstations moet ombouwen en daar gaan nog wel lange tijd in zitten. We denken dat de voordelen tegen de nadelen opwegen. We zullen veel energiebesparing bereiken en we krijgen meer capaciteit op het spoor. En dat is nog steeds een schaars goed, dus dat is echt nodig. In Nederland wordt 25.000 volt gebruikt op de HSL-lijn, de hoogsnelheidslijn en de Betuwe-lijn. Dat is ook in de buurlanden het geval bij dat soort lijnen. Mochten wij 25.000 volt willen gebruiken voor het Nederlandse net verder, dan is dat een zeer massale ombouw, betekent dat. Dienen we ook de hele bovenleiding te vervangen en dat wordt veel te massaal en heel erg duur. Waarbij ook nog eens een keer zo is dat de treinenloop stilstaat.